Mijn naam is Annemarie Dubbing, ik ben 30 jaar en ik ben lijsttrekker voor Lokaal Hellendoorn. Ik ben opgegroeid in Dalen en woon nu samen in Mallen. In mijn vrije tijd ben ik graag te vinden op het voetbalveld. Ik voetbal bij de dames van MVV 69 in Mallen en ik steek graag de handen uit de mouwen in onze eigen tuin. In dagelijks leven werk ik bij Stimulans. Stimulans is een stichting die zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland. En we vullen de brugfunctie tussen enerzijds inwoners en anderzijds overheid. We creëren dus echt die verbinding. En wat ik vaak zie in mijn dagelijks werk bij Stimulans, maar ook als fractievoorzitter en raadslid van Lokaal Hellendoorn, is dat inwoners weinig vertrouwen hebben in die politiek. Maar dat heeft ook weer de kerigheid, want inwoners moeten vertrouwen hebben in politiek. Maar politiek en gemeente moeten ook vertrouwen hebben in haar inwoners. En als lijsttrekker van Lokaal Hellendoorn wil ik mij inzetten om dat vertrouwen wederzijds te versterken. En wel omdat ik geloof dat dat vertrouwen de basis is om goed samen te kunnen werken. Geboren in Dalen en woonachtig in Marlen. Je bent een echte plattelander. Ja, dat klopt eigenlijk. Ja, plattelander, ook wel een mooi woord. Ja. Ja. Maar je hebt altijd hier op platteland gewoond? Ja, ik ben eigenlijk geboren en opgegroeid in Dalen. En wel een uitstapje gemaakt naar Amsterdam, waar ik heb gestudeerd. Maar dit is wel echt de plek waar ik me thuis voel en waar ik voor mijn gevoel ik thuis hoor. Ja. Je bent nog jong, dus ik denk, waarom? Die willen allemaal naar Amsterdam, toch? Jij vond de stad niks? Ja, dat zou kunnen, maar dat is toch iets wat mij hier aantrekt. En ik heb in Amsterdam gestudeerd. Ik ben ook wel vrijwilligerswerk gedaan in het buitenland. En ik ben een jaar op pad geweest, ook met een wegraceteam. Wereldkampioenschappen, dus ook wel een jaar veel gereisd en in het buitenland gezeten. En ik denk dat ik misschien daardoor juist wel kan zeggen van, dit is echt de plek waar ik me thuis voel en waar ik volgens mij ook thuis hoor. Ja, hier hoor je ook. Ja, dat is, ja. Zo voelt dat wel. Ja. Ja. En kun je aangeven wat dat dan is, waarom je hier thuis voelt? Ik denk dat het misschien wel te maken heeft met de cultuur die hier is en de identiteit. Wat natuurlijk al van generatie op generatie, maar wat hier echt wel in de mensen zit. En die nuchterheid, maar ook niet lullen, maar poetsen en gewoon aanpakken en aan de slag. Ik denk dat dat wel iets is wat echt bij mij past. Je bent weer helemaal in het buitengebied gaan wonen. Heb je daar een boerderij of hoe ziet dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we wonen niet op een boerderij, maar ik woon nog gewoon op een erf, zeg maar. Ergens in het buitengebied in Mallen. En daar woon ik met heel veel plezier. Samen met Stefan en we hebben nog kippen, sinds kort ook duiven, een hond, sinds vorig jaar en schapen. Dus we hebben wel een hele grote tuin waar ik ook met heel veel plezier wel in werk. En dan heb je ook nog een baan? Ja, ook nog. Ja. Ja, ja. En je vertelde net in de inleiding dat je de burger bij de inwoners brengen. Dus dan ben je eigenlijk in je werk ook al een beetje met je politieke missie bezig, heb ik de indruk. Vertel eens, wat heeft jou bewogen om de politiek in te gaan? Ja, dat is een mooie vraag. Wat heeft mij bewogen om die politiek in te gaan? Ik denk wel echt die maatschappelijke drive die ik heb. Dat ik denk van, ik zie wel mogelijkheden dat het anders kan, dat het beter kan. En dat ik denk van, dan moet er wel iemand opstaan om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja, en dat heb jij, je dacht, dat ga ik doen. Ja, ja. Ja. En ik vind het leuk dat ik jou hoor vertellen dat je ook voetbalt in Marlen. En dat je daarin ook een belangrijke rol hebt. En dan denk ik altijd, ben je dan de aanvoerder van het team? Nee, dat ben ik niet. Nee, dat niet. Nee, dat had misschien. Ik ben wel altijd heel fanatiek. Ja. Dus in dat opzicht, maar misschien ben ik wel iets te fanatiek. Ja. Maar we hebben een hele andere goede aanvoerder. Maar ik ben wel graag iemand die wel graag de leiding neemt en de leiding ook wel graag pakt. Ja. Je vertelde in het voorgesprek dat ze jou wel de kleine generaal noemen. Ja, klopt. Toen ik bij de meiden voetbalde. Ik ben ooit begonnen bij de F'jes in Dalen. Ja. En altijd met heel veel plezier. Maar op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk bij de jongens. En toen ben ik gestopt. En toen ben ik later weer, toen meidenvoetbal of schoolvoetbal ontstond, toen ben ik weer gaan voetballen. En dat was eigenlijk, dan was ik
stond ik achter in het veld en dan zei ik van, nou ja, rups, naar links, naar rechts. Ja. En toen werd ik altijd door iemand die ook heel actief was, zeg maar, bij de voetbal, door Nicolien Pastink, werd ik altijd de kleine generaal genoemd. Dus, en ik denk dat je dat ook wel van pas komt in je, want je bent jong en je bent notabene al lijsttrekker. Mm-hmm. Je hebt de leiding over een fractie. Doe je daar ook van die en die? Die lijntjes zo uitzetten? Ja, dat probeer ik wel. Maar ik moet zeggen, ik ben ook wel iemand... Ik trek soms ook wel veel dingen naar me toe. Yeah. Maar ik ben wel echt een harde werker. Dus in dat opzicht, zeg maar, lukt dat wel. Maar het zou goed zijn als ik misschien dat nog iets meer... Dat ik iets meer nog de taken verdeel. Want dan moet je zeggen dat ik het best knap van jou vind. Dat je dan een fractie hebt met allemaal oudere mensen ook erin. En met mensen met heel veel ervaringen. Dat dan zo'n jonge griet, noem ik je maar even. Dat die, lukt je dat om die allemaal... om dat voor elkaar te krijgen? Ja, nou ja, dat lukt eigenlijk, dat lukt eigenlijk heel goed. En, ja? Nemen ze het wel van jou aan? Ja, zeker. Ja, en ik heb er ook wel echt plezier in. En ik heb ook wel het idee, zeg maar, juist omdat ik jong ben, dat mensen juist wel luisteren naar wat ik zeg. En dat ik juist, doordat ik jong ben en dat ik wel mensen ook in beweging krijg en zeg van, goh, waarom doen we dat eigenlijk zoals we dat doen? En ik denk dat het soms mij ook wel helpt. Ja, juist kan ook omdat een voordeel zijn. Ja, juist omdat ik nieuw ben en... Je vertelde dat je in Amsterdam heb je bestuurskunde gestudeerd. Heb je altijd gedacht, ik wil iets met het maatschappelijke, met het besturen doen? Nou, dat had ik toen eigenlijk nog niet zo. Nee. Ik heb ook tijdens mijn studie in Amsterdam heb ik een minor gedaan. Zo'n vrij deel wat je vrij in kunt vullen. Ja. Toen heb ik een minor ondernemerschap gedaan. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dus toen heb ik ook besloten om bedrijfskunde te gaan doen. Maar ik had wel bij mijn afstuderen van mijn master bedrijfskunde... heb ik wel onderzoek gedaan naar microkrediet. Dus dat was ook weer, zeg maar, wel het ondernemen en het resultaatgerichte. Maar wel in combinatie met iets maatschappelijks. Ja. Ja. En als jij nou de wereld zou mogen veranderen, verbeteren... Wat is je drive? Je vertelde net in dat aanlopende filmpje iets over de burger en de mensen bij elkaar. Kun je daar iets verder over vertellen, iets meer over zeggen? Ja, ik denk wel verbinding. Want ik denk, vandaag de dag wordt het, ook het politiek debat. En daar hebben natuurlijk ook heel veel partijen wel baat bij om echt mensen tegenover elkaar af te zetten. Terwijl ik denk, we moeten volgens mij juist dat gesprek voeren en dat dialoog voeren. En met elkaar in gesprek, want... En kijken van, goh, hoe komen we samen tot de oplossing waar iedereen zich in kan vinden. En zie je, lukt je dat, denk je? Gaat je dat lukken? Gaat je dat lukken? Als ik niet die drive had, zeg maar, om dat te willen bereiken... dan kan ik maar beter meteen mijn boeltje inpakken en naar huis gaan. Nee, ik heb wel het gevoel dat ik, dat iedereen het verschil kan maken. Ja. En als je je echt ergens voor inzet, dat je ook wel stappen kunt zetten. Ja. En waar komt dat vandaan, die drive? Heb je dat van je ouders? Heb je dat uit je omgeving meegekregen? Bij iemand gezien? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb misschien wel bij mijn ouders vandaan. Ik denk dat het wel een mentaliteit is. Misschien ook wel de mentaliteit van hier gewoon. Wat ik net ook zei, van niet lullen, maar poetsen en aanpakken. En gewoon doen en kijken waar het schip strandt. Ja. Oké. Okay. Ja. En waar het schip strandt. En heb je voor jezelf mensen die waar je een voorbeeld aan neemt? Dat je hebt gezien in je leven, je ouders of andere mensen waarvan je zegt van... Nou, die zijn voor mij een voorbeeld geweest. Nou ja, ik denk sowieso wel mijn familie in het algemeen. En wel in de zin van, ik heb wel familie, zeg maar, die altijd voor elkaar klaarstaat. En toen mijn oma in het verzorgingshuis zat, dat elke avond, zeg maar, iemand uit onze familie bij haar op bezoek ging. Hadden we een heel schema. Daar heb ik wel respect voor, zeg maar. En ik denk dat je wel gewoon voor elkaar klaarstaat. Dat vind ik wel heel mooi. En denk je dat je daar als politicus ook een rol in kan spelen? Kun je daar iets aan doen? Want dat moeten in wezen de mensen zelf doen natuurlijk. Nou, dat denk ik zeker. Want als politicus kan je natuurlijk ook die menselijke maat... en gewoon even een belletje doen als er iets aan de hand is. Gewoon even bij iemand langsgaan. Ik denk dat je daar een hele grote rol, juist als politicus... dat je ook echt laat zien van... je bent ook gewoon een echte mens. En een mens kan ook fouten maken. En een mens...
Nou ja, juist dat. Dat je laat zien dat je gewoon een echt mens bent. En dat je perfect ook, te zijn. Nee, en dat je ook gewoon kwetsbaar durft op te stellen. En als je het even niet weet, dat je zegt van, nou ja, dit weet ik niet. En dat vooral. Ja, ja. Oké. Okay. En je hebt verteld dat je in jouw werk ook soms wel eens denkt, met name in het politieke werk, van eigenlijk zou het helemaal totaal anders moeten doen. Misschien zitten we wel op een kantelpunt. Ja, dat klopt. Ja, dat zei ik inderdaad in het voorgesprek. Want je ziet nu heel erg, zeg maar, dat ook grote landelijke partijen, dat wel afbrokkelt. En dat je denkt van, hoeveel vertrouwen is er nog in die politiek? Ja, mensen hebben nauwelijks meer vertrouwen in de politiek. Ja, en ik denk dat dat wel een sein is en een signaal van dat we ook met elkaar moeten kijken van, hoe kunnen we het echt anders doen? En ik zei van, misschien kunnen we wel een keer in de raad gaan zeggen van, we gaan allemaal inwoners uitnodigen als het bijvoorbeeld over een bepaald zorgthema gaat. Dat we zeggen, nodigen eens willekeurig een aantal mensen uit. En we gaan eens kijken wat zij daarvan vinden. Ja. En dat je juist die input als politiek ook heel goed kunt gebruiken. Dus dat je zegt van, misschien moeten we die politieke partijen ook wel helemaal loslaten. Ja, is dat nog wel de manier, zeg maar, van vandaag de dag hoe je... Nou ja, het is wel de basis van de democratie, maar ik denk dat het ook op heel veel andere manieren. En ik zou het heel leuk vinden als we daar ook meer mee kunnen experimenteren om te kijken van hoe krijgen we dat vertrouwen weer terug. Ja, want dat is wel een punt voor jou. Ja. Dat voor de komende tijd, dat je zegt, de mensen moeten weer vertrouwen krijgen in de politiek. Ja. Dat komt dan ook door misschien wel zo'n gesprek als nu, waarin ze denken, god, dat is een prima mens. Wat zijn je idealen voor de toekomst, behalve dit, voor onze gemeenschap? De idealen voor onze gemeenschap? Ja, ik denk wel gewoon een gemeenschap waarin we altijd naar elkaar blijven omkijken. Ja, je ziet in de coronatijd ook dat mensen heel veel naar elkaar omkijken. En ik denk dat dat iets heel moois is en iets heel waardevols om ook te behouden richting de toekomst. Maar we leven in een maatschappij waar iedereen hartstikke druk is en bezig met van alles en nog wat. Hoe moeten we dat doen dan? Ja, dat is inderdaad wel een uitdaging. Hoe ga je dat? Ja, dat is een heel mooi woord, dat woord uitdaging. Maar vertel eens, hoe ga jij dat doen? Ja, hoe ga ik dat hoe doen? Hoe wil jij dat doen? Ik denk dat je ook gewoon met elkaar kritisch moet kijken van, wat doen we met elkaar? En waar heb je wel mogelijkheid, zeg maar, om die menselijke maat en om naar elkaar om te zien. Ja, hoe ga ik dat doen als mens of hoe ga ik dat doen als politicus? Daar zit misschien een verschil in, maar als politicus ook wel gewoon kritisch zijn op je agenda, denk ik. En kijk van, ga ik genoeg ook naar mensen toe in plaats van alleen maar vergaderen binnen een veilig gemeentehuis. Ja, ja. Oké. Okay. Dus die deur uit. Ja, ik denk dat wel heel belangrijk is. Ja. En ik heb nog even gevraagd, een voorbeeld. Iemand tegen wie je opkijkt, die zegt, daar heb ik een altijd... Dat ik dacht van, zo wil ik ook zijn. Heb je dat? Ja, dat vind ik ingewikkeld. Ik heb nooit echt een persoon, zeg maar. Ja, dat vind ik moeilijk om echt een persoon aan te wijzen. Maar wat ik net zei van mijn familie, daar kijk ik wel dat ik denk van, oh, dat is heel mooi. Je gaat in die traditie voort, wil je verder gaan. Ja, ik hoop dat ik dat ook kan doen richting de toekomst. Ja. Oké. Okay. We zijn aan het eind van ons gesprek en ik wil je vragen van, wil jij de uitzending afsluiten en onze kijkers iets meegeven? Daar is de camera. Ja, ik zou je nog willen meegeven van, heb vertrouwen in elkaar, kijk naar elkaar om. En ik denk dat we samen kunnen werken aan een hele mooie gemeente.